Er wordt veel gepraat over de klimaatdoelstellingen en er zijn heel veel ideeën, maar wij ondernemen actie. En we doen dat met dit materiaal. Piepschuim, we kennen het natuurlijk als verpakkingsmateriaal, maar het wordt ook gebruikt als isolatiemateriaal voor huizen en andere gebouwen. In de net geopende fabriek van Polystyrene Loop in Terneuzen kunnen ze dit piepschuim nu recycleren. Ik werk reeds 30 jaar bij Icel, onze buurman naast Polystyrene Loop, en die maakte vlamvertragers op basis van brom. En die vlamvertrager die werd gebruikt in isolatiemateriaal. Dit isolatiemateriaal dat is 40 jaar gebruikt en nu met de renovaties komt er steeds meer van dit materiaal vrij. Dit materiaal, daar zit dus polystyreen in en er zit dus de gebromeerde vlamvertrager in. En wat onze doelstelling is, in plaats van dat het tot nu toe niet gerecycleerd wordt of verbrand, dat we daar een oplossing voor hebben om dus dit te kunnen scheiden in polystyreen en in brom en weer opnieuw in dezelfde toepassing op de markt te kunnen brengen. Het piepschuim wordt door de toeleveranciers op plaatsen wordt het samengeperst. En dan komt het dus als samengeperste blokken, gewoon in volle vrachten, komt het hier. En dat materiaal dat gaat hier in de shredder achter mij. En dan komt het als gemalen product in de fabriek. En in de fabriek wordt het opgelost. En daarna worden de verontreinigingen verwijderd. En dan komt er nog een anti-oplosmiddel bij. En dan ontstaat er een gel en een oplosmiddel waar dus de broomhoudende stoffen in blijven. Dit is een fabriek voor 3000 ton. En die willen we gaan opschalen bij succes naar 12.000 ton. En er is in Europa nog meer dan 150.000, 200.000 ton per jaar. Dus we hebben nog ruimte genoeg om verder op te schalen. En de polystyreen gel, daar worden polystyreen korrels van gemaakt. En van de broom worden nieuwe vlamvertragers gemaakt. En dit samen worden we toegepast in piepschuim. We sluiten hiermee de cirkel voor zowel polystyreen als voor broom en daarom ook de naam Polystyrene Loop.